Welkom bij een nieuw NWS anyway Stories Eindexamen Spreekuur. En we gaan het eerst even hebben over iets wat net in het nieuws kwam. Namelijk, er is een school geweest en die heeft aan HAVO-leerlingen op het examen aardrijkskunde per ongeluk wat VWO-vragen uitgedeeld. Waardoor nu 14.000 VWO-examens aardrijkskunde moeten worden aangepast. Nou, hopelijk gaat dat niet gebeuren bij het examen VWO Bedrijfseconomie, waar we het nu over gaan hebben. Een examen, wat dit jaar of dat dit jaar door zo'n 11.000 eindexamenkandidaten gemaakt gaat worden. Gemiddeld komen er, komen er op zo'n examen 30 vragen en heb je per vraag daar 6 minuten de tijd voor. Het wordt best goed gemaakt. 76%, 3 op de 4, haalt hiervoor een voldoende. En gemiddeld scoren leerlingen een 6,4 op dit examen. Ga jij ook een voldoende scoren? We hopen het. Wij hopen je daarbij ook te helpen. Dat doen we met twee docenten in de studio, en ik ga ze aan je voorstellen. We gaan beginnen. Welkom Nancy van Hoofd van het gymnasium Bernrode. Uit Heeswijk-Dinter, vlakbij Den Bosch, tussen Den Bosch en Eindhoven. Ja, hoe vind je het om hier te staan als een van de beste docenten van Nederland? Ja, tuurlijk. Uh, ja, super spannend, maar echt leuk om, uh, om te doen. Om jullie allemaal uh, te gaan uh, helpen. Nog even de laatste puntjes op de i te zetten. Is die hulp hard nodig? Want vroeger was dit natuurlijk MNO. En dit examen bedrijfseconomie is nu voor het tweede jaar. Heb je het gevoel, hier moet wel even nog wat gebeuren? Nou, ik denk dat de meeste leerlingen er wel uh, klaar voor zullen zijn. Maar er zijn natuurlijk wel, uh, ja, het is pas het tweede jaar hè, uh, dat dit uh, examen gegeven wordt. Dus ja, het is nog wel even wennen van uh, ja, welke dingen gaan gevraagd worden, hoe worden ze gevraagd. Dus denk ik wel nuttig om uh, even een uurtje te doen. Ik denk het ook, zeker gezien het feit dat de chat aardig vol loopt al. Dus uh, we gaan het zo meteen zien wat we er tussenuit kunnen pikken en kunnen behandelen. Ga ik naar je collega Judith Simpelaar. Jij geeft les op het Beatrix College in Tilburg. Welkom. Dankjewel. Ja, bedrijfseconomie, waarom is dat een belangrijk vak om examen in te doen volgens jou? Um, het is een heel veelzijdig vak. Het zijn veel dingen die je ook tegenkomt in je dagelijks leven. Misschien nu niet gelijk, maar wel in de toekomst. Uh, denk, ga je straks voor jezelf beginnen? Word je zelfstandig ondernemer? Ga je in loondienst? Ga je een huis kopen of ga je misschien een huis huren? En welke financiële consequenties heeft dat? Is dit gewoon wat toegepaste dan normaal? Economie moet je het zo zien? Ja, het is wel wat praktischer. Het zijn meer situaties die je in je dagelijks leven tegen kunt kopen, komen. Ja. Ja. En dus heel nuttig en dus belangrijk dat je het examen ook goed maakt. Ja, dat hoop ik. Ja. Dus daar gaan we ons best voor doen. Nou, we gaan beginnen. Met uh, jullie vragen, natuurlijk, die jullie in kunnen sturen via de chat hieronder. En er zijn ook al vragen van tevoren opgehaald via een vragenlijst op Instagram. En een van die vragen komt van Nasser. Hoi, ik ben Nasser. Ik zit in 6VVO op het Park Lyceum in Almere. Ik doe examen in bedrijfseconomie. En mijn vraag is um, hoe put- en call-opties nou precies werken? Hoe moet ik ermee rekenen en wat is het verschil ertussen? Alvast bedankt. Nou, bedank ons nog maar niet. We gaan eerst even kijken hoe Judith het doet. Judith, ga je gang. Ja, call en put opties daar hebben we inderdaad iets over uh, voorbereid. Niet het makkelijkste onderwerp om maar even uit te leggen. Een nieuw onderwerp, dus ik snap uh, dat jullie daar ook wel wat uh, stress bij hebben. Even kijken of hij het doet. Oh jee, is de klikker kapot? Hij, ja, ja, hij gaat naar de volgende, hij doet het. Een optie. Het is handig om eerst te beginnen met de definitie. Een optie is het recht om een bepaalde onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs, dat noem je de uitoefenprijs, binnen een vooraf bepaalde periode. Nou, wat kan een onderliggende waarde zijn? Het voorbeeld dat we hier bespreken gaat over aandelen, maar de onderliggende waarden kunnen bijvoorbeeld ook grondstoffen zijn of valuta. We onderscheiden twee soorten opties. Je kan het hebben over een call-optie en een put-optie. En in de beginsituatie gaan we het beide hebben over de situatie dat je een call-optie gaat kopen. Nou, de bovenste definitie die ik net heb voorgelezen aan jullie, uh, dat is geen definitie die je per se uit je hoofd moet leren. Dus geen stress daarover. Bij een call-optie kopen heb je het recht om aandelen te kopen tegen de uitoefenprijs, die staat ook in je contract. Tot aan de expiratiedatum. En wanneer wil je een call optie kopen? Dat doe je als je een koersstijging verwacht. Je kunt ook een put optie kopen, en dat is het recht om aandelen te verkopen tegen de uitoefenprijs tot aan die expiratiedatum, de einddatum. En dat doe je als je een koersstijging verwacht, uh, daling verwacht. Excuses. Uh, net werd de vraag ook gesteld: moet je er ook mee kunnen rekenen? Ja, zeker. En daarom hebben we een rekenvoorbeeld voor jullie. Oh. Ja, je moet op het witte knopje drukken. Dankjewel. Stel je voor, op 1 mei heb je twee call opties voor 1,50 euro per aandeel met een uitoefenprijs van 20 euro. En de expiratiedatum is 1 juni. Wat belangrijk is om te vermelden die 1,50, dat wordt ook wel de optiepremie genoemd. De 20 euro is de prijs bij een call optie tegen je mag Kopen. Dus probeer elke keer als je een vraag hierover krijgt, eerst te bedenken: een call-optie gaat om het kopen. Nou, stel je voor, je bent de koper en we hebben situatie 1. De beurskoers is 25 euro. Wat wordt dan het rendement, oftewel de winst die je kunt maken? Jij mag volgens je contract de aandelen kopen voor 20 euro. De beurskoers is 25. Je hoopt bij een call-optie op een prijsstijging. Je gaat hem uitoefenen. Dat betekent 25 min 20, dan heb je dus 5 euro eigenlijk aan rendement. Maar als je een call optie koopt, moet je altijd die 1,50 euro aan optiepremie betalen. Dan houd je dus nog 3,50 euro over. En op het laatst zie je dat dit vermenigvuldigd wordt met 200 euro. Of met 200. En waarom wordt dat keer 200 gedaan? Eén call optie geldt in de meeste gevallen voor 100 onderliggende aandelen omdat hier twee call-opties zijn, moeten we het dus keer 200 vermenigvuldigen. En daarom is je rendement 700 euro. Stel je voor, we hebben situatie 2. De beurskoers is maar 17 euro. Dan ga je het recht niet uitoefenen, want jij mag volgens je contract kopen tegen 20 euro. Maar op de beurs kun je ze kopen voor 17 euro. Als je het recht niet uitoefent, wat ben je dan kwijt? Ja, je 1,50 euro, maar wel keer 200, want je had twee call opties die per 100 gelden, dus je komt op een negatief rendement uit van 300 euro. Bij een beurs heb je altijd tegengestelde gedachten. De een denkt dat de koers gaat stijgen, de ander denkt dat de koers gaat dalen. Je hebt ook een verkoper van de optie, maar als we het in bedrijfseconomisch jargon moeten noteren, dan hebben we het over de schrijver van een optie. Nou, de schrijver van de Kooloptie in dit geval, die heeft de plicht, dus niet zoals bij de koper want die heeft een recht, maar de schrijver heeft de plicht de aandelen te leveren tegen de uitoefenprijs. Dus in situatie 1 als die beurskoers 25 euro is, wat is dan het rendement voor de schrijver? De schrijver die krijgt altijd de optiepremie. Dus daarom beginnen we met 1,50 positief. Die gaat de aandelen leveren tegen die uitoefenprijs, die 20 euro. Maar moet hier wel 25 euro voor neerleggen. Dus wat krijg je? 21,50 euro is geen wat hij eigenlijk krijgt. 25 euro moet betaald worden. Dat weer keer die 200. Dus die 700 euro is het verlies voor de schrijver. En als je goed oplet, zie je dus dat het rendement voor de koper, als we het hebben over dezelfde uitoefenprijs, met dezelfde optiepremie, is dat het verlies voor de strijver. Nou, als de optie niet wordt uitgevoerd door de koper, dan hoeft de schrijver dus ook niet te leveren. En is het rendement voor de schrijver dat hij de optiepremie verdient. 1,50 euro. En dat keer 200 is 300 euro aan positief rendement. Dus ook dat is weer omgekeerd. Nou, dan denk je dat je er bijna bent. Maar ja, dan komt het volgende: het rekenen met de put-opties. Probeer weer eerst op je examen te bedenken wat was een put-optie het recht om aandelen, in dit geval, te verkopen. Nou, in deze situatie drie put-opties voor 2 euro per aandeel met een uitoefenprijs van 20 euro. De expiratiedatum is 1 juli, dus tot die tijd kun je dat recht uitoefenen als koper. Als de beurskoers 15 euro is, dan ga je hem uitvoeren, want bij een put-optie hoop je op een koers. Daling. Wat wordt je rendement dan? 20 euro, die uitoefenprijs, min die beurskoers van 15 euro en weer die optiepremie die je als koper altijd kwijt bent, min 2. Dan kom je dus op 3 euro, maar je hebt nu 3 putopties. Dus keer 3 keer 100, hier heb ik die 300 weer in 1 keer neergezet, is 900 euro aan rendement. Als de beurskoers 25 is, je hoopt dus op die koersdaling, ga je het recht niet uitoefenen en wat raak je kwijt? Die 2 euro keer die 300 is 600 euro. De schrijver, precies weer omgedraaid, als we dus dezelfde situatie hebben, die heeft de plicht de aandelen aan te nemen tegen de uitoefenprijs. Als die beurskoers 15 euro is, ging die koper uiteindelijk zijn recht uitoefenen. Wat wordt het rendement uiteindelijk voor de schrijver? Ja, die krijgt weer die optiepremie, die 2 euro. Die 15 euro die tel je erbij op, die beurskoers. Maar hij moet ze aannemen voor die 20, dus je krijgt 17 min 20 keer weer die drie opties, is 900 euro verlies. De beurskoers is 25, dan werd het recht dus niet uitgeoefend. De aandelen hoeven niet aangekocht te worden. En Krijg je een rendement van 600 euro positief, want je verdient de optiepremie. We weten niet of het volgende ook gevraagd wordt, maar je kunt het ook grafisch weergeven. Na afloop kan je hier misschien nog even rustig naar kijken. Bij een koper van een call-optie, wat kan die maximaal verliezen? Zijn optiepremie. Dat is de rode lijn. De koper van de put-optie kan ook maar maximaal zijn optiepremie verliezen. Wat zie je nog meer in deze grafiek? Ja, vanaf wanneer krijgt de optie waarde als de beurskoers hetzelfde is als de uitoefenprijs? Dan zit je misschien nog wel op een klein beetje verlies, maar hij gaat wel waarde krijgen. Wanneer ga je eigenlijk boven de nullijn, dus winst maken als de uitoefenprijs plus de optiepremie, als die gehaald wordt met de koers van het aandeel? In deze situatie is dat bij de putoptie net andersom, want daar ga je uit van een koersdaling, dus hoe lager het aandeel is, hoe hoger de winst. Bij de calloptie, hoe hoger de aandelenkoers, hoe hoger de winst. Dus je ziet de winst bij een calloptie kan oneindig zijn. Als laatste, de schrijver van een calloptie, het maximale dat een schrijver kan verdienen is de optiepremie. Maar je kunt ook zien dat een strijver van een call-optie heel veel geld zou kunnen verliezen. Want de koersen van aandelen kunnen in theorie oneindig stijgen. Ja, dan is het verlies heel groot. Voor de strijven van de put-optie geldt hetzelfde. Ook daar is het maximale wat diegene kan verdienen de optiepremie. En het verlies dat wordt beperkt bij een koers van nul, want een koers kan niet onder de 0 euro zakken. Dit is echt heel kort de basis van put en call opties. We verwachten wel ook met de Graafse Weergave, dat je zo echt heel ver moet kunnen komen. Dankjewel tot zover de dus put en call opties en uh, we gaan alle thema's trouwens ook daarvan tijdscodes bijhouden. Hieronder onder de video. Dus als je zo meteen alles nog eens terug wil kijken, hoef je alleen maar op de tijdscode te klikken bij het thema waar je meer uitleg over wil, en dan kan je gelijk daarnaartoe en alleen dat stukje uitleg zien. Is wel zo handig. Dan ga ik even naar de chat toe. Ja Nancy, wat zie jij allemaal voorbijkomen in de chat? Uh, heel veel. Ik zie veel over een formuleblad. Dus ik denk dat dat uh, verstandig is dat we daar even wat uh, over gaan uh, vertellen. Uh, ook zie ik het Dupont-schema uh, of Dupont-analyse heel veel um, in de chat uh, voorbij komen. Dat kunnen we zo meteen ook doen. Uh, hier zie ik ook weer die EBIT en EBITDA uh, voorbij komen. De contante waarde, de eindwaarde, de somformule. Nou, dat zijn allemaal dingen. Um, die we uh, kunnen gaan uh, behandelen. En wat volgens mij ook wel belangrijk is, is balans. Want daar zag ik ook een, uh, iets over in de chat. Zit er vaak balans in het examen? vroeg iemand zich af. Ja, uh, leerlingen zeggen dan vaak balansen. Uh, vaak bedoelen ze dan um, een balans, maar ze bedoelen ook vaak een of uh, leerlingen bedoelen dan eigenlijk een expertatiebegroting of een liquiditeitsbegroting. Um, die kan eruit zien als een balans, ook met twee zijden, maar dat is net weer wat anders. Dus uh, daar kunnen we zo meteen ook nog wel even aandacht aan besteden. Oké, okay, maar ik begreep, je hebt ook een PowerPoint wel hierover, toch? Over dit thema. Is het misschien niet interessant om dat nu te doen? Uh, ja, ik denk dat het handig is om eerst even naar, het, naar de formules uh, te gaan, om daar wat onzekerheid over weg te nemen okay. en daarna de balans. Dan gaan we eerst de formules doen? Ja. Oké, okay, laten we dat gaan doen dan. En Judith, dat ga jij doen, begreep ik. Ja, hier heb ik als het goed is ook iets uh, voor de PowerPoint. Het examen, wat weten we? Net werd het al uh, verteld. Het examen heeft 30 vragen. In totaal kunnen jullie 63 punten verdienen. Er zitten in jullie examen uh, 7 éénpuntsvragen. Dat kan echt theoretische kennis zijn, die wordt uh, gevraagd. Het kan ook zijn dat je iets uit een bron moet halen. Een aantal tweepuntsvragen, uh, een aantal driepuntsvragen en een vierpuntsvraag. Bij het examen krijg je een opgaveboekje, je krijgt een uh, bijlageboekje en er zitten ook uitwerkbijlagen of één uitwerkbijlage bij. Het verleden leert dat opgave 2 en opgave 5 uit het examen casusopgaven zijn, dus bronnenopgaven. Um, ja, soms rekenwerktheorie, wat is de verhouding? We hebben de examens van vorig jaar bekeken. Heel grof gezegd kunnen we zeggen: 45 tot 60 procent is rekenwerk, 30 tot 40 procent is theorie kunnen noemen of toepassen. En dan hebben we wat overige vragen waarin je een combinatie moet maken tussen theorie en het rekenwerk. En dan komen de formules. Via Examenblad kun je de lijst downloaden met de standaard formules. En deze formules worden niet, let op, niet bij het eindexamen gegeven. En die moet je uit je hoofd kennen. En dat zijn er best wel veel. Als er andere formules nodig zijn, worden deze wel gegeven bij het eindexamen. Gelukkig nog één formule die jullie wel krijgen, en dat is de somformule voor het berekenen van de eindwaarde en de contante waarde van een, een reeks. Welke formules? Um, we gaan ze niet tot in detail bespreken, maar hier heb je een overzicht. Kijk vooral naar de rechterkolom. Dat zijn de formules die je op het VWO uit je hoofd moet kennen. Liquiditeitsradio's, daar moeten jullie de twee van kennen. Solvabiliteitsratio's. De rentabiliteitsratio's. Jullie, denk ik wel bekend. Volgens mij zag ik net ook al een vraag komen over kengetallen. Um, cashflow, dividendrendement, beleggersrendement. De hefboomformule, een lange formule. Break-even-analyse. Nou, drie formules horen daarbij. Daar moet je dus mee kunnen werken. Um, ja, verschillenanalyse, efficiency-resultaat, prijsresultaat. Het DuPont-schema werd volgens mij net ook al genoemd. En dat waren de onderdelen van de formules. Dan zie ik nu dat we wel bij de balans zijn aangekomen. Ja. Hè. Volgens mij heeft Nancy daar wat over voorbereid. Hè. Dus uh, laten we wisselen zou ik zeggen. En die PowerPoints trouwens, um, die kan je ook terugzien zometeen na de stream. We zetten ze in een downloadlink. Hieronder de video kan je ze nog eens rustig doorklikken. Dan nu het woord aan jou, Nancy. Dank je. Uh, de balans. Ja, daar draait het eigenlijk allemaal om. En heel veel onderwerpen, hè, net als uh, ik zag al bijvoorbeeld de kengetallen, hè, die kan je dus allemaal uh, ophangen aan die balans. Nou, belangrijk, een balans is eigenlijk een soort uh, foto, zeg ik altijd, hè, een momentopname van uh, nou, wat uh, er in uh, de onderneming aanwezig is, aan bezittingen. Die zie je aan de linkerkant, de debetkant. Uh, aan de creditkant, de rechterkant, staat eigenlijk hoe je deze betaald hebt. Nou, laten we de posten even aflopen. Onder uh, vaste activa zie je, uh, kun je drie verschillende uh, subcategorieën nog hebben. De eerste, dat zijn de materiële vaste activa, zoals een gebouw of inventaris. Een onderneming kan ook immateriële vaste activa bezitten, zoals vergunningen of uh, goodwill. Financiële vaste activa heb je dan nog, dat zijn deelnemingen in andere ondernemingen. Dan heb je uh, de vlottende activa, ja, daar uh, vallen ook verschillende posten onder, bijvoorbeeld debiteuren, hè, als klanten uh, jou nog uh, moeten betalen, uh, voorraad, nou, ook de liquide middelen, hè, kas en bank. Nou, dat zijn dus de bezittingen. Aan uh, de creditkant uh, zie je dus staan hoe deze bezittingen betaald zijn. Misschien is het gebouw bijvoorbeeld betaald hè, door een hypothecaire uh, lening af te sluiten. Nou, laten we even bovenaan beginnen. We zien bovenaan het eigen vermogen staan. Nou, bij een NV of een BV bereken je het eigen vermogen door het geplaatste aandelenkapitaal uh, te doen plus uh, alle reserves... Kunnen verschillende reserves voorkomen, bijvoorbeeld een agio-reserve, een herwaarderingsreserve. En ook het resultaat, als dat hè, nog niet uh, verdeeld is. Dus als er nog geen dividend uh, is uitgekeerd en nog niet gereserveerd is. Let op: um, je, het kan wel eens voorkomen dat je het eigen vermogen moet berekenen, maar dat dat resultaat dan onderaan staat op de balans. Dus vergeet die niet. Je mag eerst naar voren gaan staan, trouwens. Ben je goed ah, in beeld? Ja, dat is zo weten ja. Oké. Okay. Um, lang vreemd vermogen, nou, de voorzieningen, en ik noemde hem net al, uh, um, net al hè, de hypothecaire lening. Um, er kunnen ook korte schulden zijn, zoals bijvoorbeeld de crediteuren of een rekening courant krediet bij de bank. Dat ja, was hem? Dat is hem. Oké, okay. ja. nou top, dankjewel. Dan zien we een vraag heel veel terugkomen in de chat. Namelijk van Niels, Emma, Tessa, Max en Lieke. Het gaat over het Dupont-schema, hoe dat werkt. En volgens mij, Nancy, heb je daar ook een PowerPoint over voorbereid. Hè? Dus we kunnen ja. hem gelijk doorpakken. Ja, dat Dupont-schema. Uh, ja, dat is ook nog even, hè, um, omdat het nu pas het tweede jaar is dat, uh, ja, met het nieuwe programma. Uh, is het nog even de vraag hoe komt dat nou in het examen? Hoe wordt dat nou gevraagd? Uh, toevallig uh, zat die uh, vorig jaar, je kunt het hier ook zien, uh, onderaan in het tweede tijdvak, vraag 18, ging over dat uh, DuPont-schema. Um, eigenlijk is het DuPont-schema een andere manier om uh, de rentabiliteit te berekenen: de rentabiliteit van het totale vermogen, de RTV. Nou, hoe doe je dat? Je moet dus uit je hoofd weten dat je dat bij het Dupont-schema doet door de EBIT-marge, uh, ofwel de resultaatmarge, uh, door die te vermenigvuldigen met de omloopsnelheid van het gemiddelde totale vermogen. Nou, de EBIT-marge bereken je dan door EBIT uh, te delen door de omzet en de omloopsnelheid van het gemiddelde totale vermogen doe je door de omzet te delen door het gemiddelde totale vermogen. Uh, belangrijk om te vermelden is wel dat als uh, bedrijven dit toepassen, dan gaan ze eigenlijk, eigenlijk aan de linkerkant, ga je nog veel meer vertakkingen zien. Hè? Want dat resultaat, die EBIT, nou ja, hoe is die tot stand gekomen? Hè? Hoe zagen alle uh, opbrengsten en kosten eruit? Maar uh, dit is uh, hoe het vorig jaar uh, in het uh, examen gevraagd werd. Oké, okay, dankjewel. Jullie mogen gaan wisselen, want we gaan gelijk door met het volgende thema. En dat gaat over de constante waarde. Daar heeft Judith, als het goed is, een PowerPoint over. Dat is een vraag namelijk van uh, Tijn, Daniel, Esmee, Jort en Bjorn. Die hebben dit in de chat gedropt die willen dit uitgelegd hebben. De constante waarde. Ja, de eindwaarde en de contante waarde. Oh, contante waarde. De contante Ik waarde. Het lag constant, contant. Ja, ja, leerlingen willen het ook nog wel eens zeggen. Um... Hoe herken je deze situatie? Dat is wel belangrijk. We hebben hier een voorbeeld uitgewerkt. Maar wanneer je in een opgave ziet dat er een herhaling in zit. Dat er bijvoorbeeld een periodiek bedrag wordt gestort. En dat bedrag is telkens hetzelfde. Dan ga je in ieder geval de somformule toepassen. En dat was de formule, die staat hier rechtsonder in beeld. Um, en die wordt gegeven op het eindexamen. Dus s is a keer r tot de n min 1 gedeeld door r min 1. Ik ga deze nu op een bepaalde manier uitleggen. Het kan zijn dat je docent dit op een andere manier heeft uitgelegd. Kom je dan ook uit, houd je vast aan die methode. Het voorbeeld. Jouken stort jaarlijks voor het eerst op 1 januari 2015 2500 euro tegen 0,4% samengestelde interest per jaar op een spaarrekening. Hij doet dit voor het laatst op 1 januari 2022. De interest wordt aan het eind van het jaar bijgeschreven. En dan komt de vraag: bereken het bedrag dat op 31 december 2022 op de spaarrekening staat. Je ziet dat hier de herhaling in zit. Elke keer wordt 2500 euro gestort. Allereerst kan je beginnen met het aantal stortingen te tellen. En ga alsjeblieft niet te snel. Tegen mijn leerlingen zeg ik altijd: tel op je handen. Sommige leerlingen zeggen namelijk 2015, 2022, dat is zeven jaar. Dat klopt misschien wel, maar er zijn acht stortingen: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. In de N vul je dus het aantal stortingen in. En dan komt de A. En de a vinden de meesten de moeilijkste om in te vullen. En hoe doe je de a? De a is de eerste term uit de reeks of de kleinste term. En hoe kan je die nu heel snel achterhalen? Kijk naar je laatste storting, 1 januari 2022. Welke datum wordt er gevraagd? 31 december 2022. Het staat er dus nog één periode op. Dan kijk je wat is de reden, oftewel de groeifactor. 0,4% geeft een groeifactor van 1,004. Aangezien het er nog één periode op staat, is de A dus 1,004. De groeifactor, de R, is wat ik net al uit heb gelegd, 1,004. Je vult de somformule in, maar als je de somformule hebt ingevuld, weet je alleen de wiskundige reeks. En om de eindwaarde te weten, moet je het nog vermenigvuldigen met 2500 euro. En dan kom je op een bedrag uit van 20.363,38 euro. Controleer even je antwoord of het logisch is. Je stort 8 keer. 8 keer 2500 is 20.000 euro. Het antwoord moet dus groter zijn dan 20.000. Maar dan komt de variant. Exact dezelfde situatie met één uitzondering. De vraag. Bereken nu het bedrag op 1 januari 2022. Wat verandert er? Niet het aantal stortingen, dat zijn er nog steeds acht. Maar wat verandert er wel? Die datum. Je stort op 1 januari 2020 en dat is ook de datum waarop wordt gevraagd hoeveel er op die spaarrekening staat. Vanaf de laatste stortingen is er dus geen periode meer. Dan is de A 1. Voor de rest is alles hetzelfde in de formule. En je komt dan uit op 20.882,25 euro. Reken het nog maar eens rustig na. Welke derde variant kan je hebben bij de eindwaarde? Nou, weer hetzelfde verhaaltje. Nu wordt er gevraagd: bereken het bedrag dat op 31 december 2028 op de spaarrekening staat. Je kijkt weer naar het laatste moment van storten. En ga tellen hoeveel jaren staat het erop. En ook hier weer let even op. Sommigen zullen zeggen 1 januari 2020, 2028, 6 jaar. Nee, heel 22, 23, 24, 25, 26, 27 en 28. Dus het staat er nog 7 periodes op. Dus de A is 1,004 tot de macht 7. En zo heb je eigenlijk de verschillende varianten met de eindwaarden. Op een rijtje. Maar dan, dan komt die variant van de contante waarde. Welke situatie en hoe kun je hem herkennen? Ook hier moet een periodiek in zitten. Hier zie je: Jinte moet vanaf 1 april 2023 tot en met 1 januari 2025 aan het begin van elk kwartaal, dus goed lezen, 2500 euro betalen. Jinte krijgt op haar spaarrekening een interesse van 0,15% per kwartaal. En de interesse wordt aan het eind van het kwartaal bijgeschreven. Bereken hoeveel jint op 1 april 2023. Dus je gaat terug in de tijd. Hè. Ze moet in de toekomst dingen doen. En je wil weten hoeveel moet ze op 1 april op die spaarrekening hebben staan om aan die verplichting te kunnen voldoen. Je gaat weer kijken hoeveel keer gaat ze geld opnemen. Er zitten nog drie kwartalen in 2023. In 2024 zitten vier kwartalen. En let op, ze gaat nog één keer op 1 januari 2025 geld opnemen. Dus er zijn acht opnames. Dus als N vul je acht in. En dan komt die A. De A kan op verschillende manieren ook uitgelegd zijn, misschien door jouw docent. Ik leg leerlingen altijd uit: ga kijken van de laatste opname tot de gevraagde datum. Dat is zeven periodes terug. Dus daarmee bedoel ik, hoe lang is het in periodes van 1 april 2023 naar 1 januari 2025? En dat zijn zeven periodes. Dus dan hebben we het over 21 uh, maanden die ertussen zitten. Maar het was in kwartalen. Dus je krijgt, a is 1,0015 tot de min zevende. Want we zijn bezig met de contante waarde. Voor leerlingen die zeggen, oh, ik raak nu in paniek, dit is anders uitgelegd. Het kan ook zijn dat jij bent aangeleerd 1 gedeeld door 1,0015 tot de macht 7. Wiskundig is dit precies hetzelfde. De groeifactor, nogmaals, je rentepercentage delen door 100 plus 1, dus 1,0015. En je hebt de somformule hier met de waarde op een rijtje. En dat zijn de varianten die we jullie wilden laten zien. Dankjewel. Ja, volgens mij als je in de chat kijkt, zag je het net ook al voorbij komen. Onze redactie modereert dus uh, alle vragen die binnenkomen. En er was nogal uh, wat kritiek op uh, de snelheid. Vind je het te langzaam gaan omdat je zo'n slimme kop bent? Uh, check het dan zo meteen terug op dubbele afspeelsnelheid. Dat kan gewoon. Maar we willen het voor iedereen zo goed mogelijk doen, natuurlijk. Uh, verder zag ik iets grappigs voorbij komen. Iemand die vroeg: hey uh, chat, uh, wat denken jullie? Zal ik gewoon de bedrijfseconomie vergeten en full focus op Latijn? Ik vind het mooi dat de chat elkaar zo probeert te helpen, dat ze aan elkaar vragen gaan stellen. En jij hebt je hele klas volgens mij kijken, Nancy. Ja, klopt. Wat een fans allemaal daar in die chat, zeg. Ja. Je hebt ze allemaal uh, aangespoord om uh, vanavond uh, half negen klaar te zitten. Nou ja, aangespoord. Ze hadden er vooral zelf heel veel zin in, geloof ik. Ja, dat zie ik inderdaad, <laughs> ja. Hey, en over het vak bedrijfseconomie, wat zie je allemaal binnenkomen? Uh, ik zie uh, kengetallen ook weer uh, terugkomen. Maar ook een paar dingen die we hebben voorbereid. Bijvoorbeeld de verschillenanalyse, die kunnen we straks nog wel even doen. Maar ik zag net in het uh, begin dat uh, nu um... oh, wacht, nu ook weer. Nou, ik zie heel uh, veel... Omzet en kosten, zie ik ook. Ja, en prijzen, deze en efficiency resultaat. Ja, ook. Ja, die, die kunnen we ook doen door middel van de PowerPoint en over de liquiditeitsbegroting en de um, exploitatiebegroting. Hè, hè. Over de omzet en de kosten heb ik ook nog iets voorbereid op het bord. Dus. Um, Zullen we ja. eerst uh, prijsresultaat en efficiency goed. resultaat doen? Volgens mij Anna zag ik daar net de vraag over stellen goed. alweer. Zullen we ruilen dan? Ja. Oké. Okay. Yes, ik hoorde uh, of ik zag veel uh, vragen in de chat over de verschillenanalyse. Ja, en dan zie je natuurlijk al die begrippen langskomen. Het zijn er ook veel. Um, hè, het bedrijfsresultaat, nou dat spreekt wat meer uh, voor zich. Het bedrijfsresultaat uh, kan berekend worden, hè, even heel simpel gezegd, om, uh, omzet min kosten. Uh, maar uh, dat geeft niet zoveel inzicht. Hè. Als jij uh, meer of minder uh, winst, bijvoorbeeld hebt gemaakt dan je gedacht had. Dan uh, kun je meer inzicht krijgen door het berekenen hè, van de verschillende resultaten. Bijvoorbeeld het verkoopresultaat. Nou, je ziet de formule al uh, staan. Um, de kostprijs is ook wel uh, handig om te weten hoe je die uh, berekent. Um, Even denken. Uh, ja, ik ga even verder naar het budgetresultaat, want ik ga zo even een, een voorbeeld laten zien. Dat werkt iets makkelijker met uh, echte getallen erbij. Het budgetresultaat kan je op twee manieren berekenen: uh, de toegestane kosten minder werkelijke kosten. Komt zo ook even een voorbeeldje van. En uh, de vier uh, verschillende uh, resultaten optellen leiden ook tot dat uh, budgetresultaat. Um, even kijken. Nou Thomas even. Heel specifiek uh, iets gaan berekenen, bijvoorbeeld het efficiencyverschil, ook wel het efficiencyresultaat genoemd. Nou, uh, we hebben de volgende uh, casus bedacht. Uh, er zijn wat begrote gegevens: het, een bedrijf uh, die uh, denken 120 uh, opdrachten te krijgen. Uh, er is 16 uur uh, arbeid nodig voor een opdracht. Uh, we denken dat die gemiddeld 65, uh, per uur, 65 euro per uur gaat kosten, die arbeid. Nou, dan de grondstoffen, 50 uh, kilogram. Uh, nou, er worden natuurlijk ook wat constante kosten meegenomen in de kostprijs. En dan kom je op een kostprijs van 1960 euro. Nou zijn er natuurlijk ook wat gerealiseerde gegevens. Nou, er uh, blijken minder opdrachten verricht te zijn, namelijk 110 in plaats van de begrote 120. Je ziet hoeveel uren er gewerkt is, hoeveel er betaald is aan de lonen en uh, voor de grondstoffen. Nou, hoe bereken je dat efficiëntieresultaat nou? nou? Allereerst is het handig hè, dat je dus uh, de formule paraat hebt. Nou, je moet uh, de standaard hoeveelheid berekenen. Nou, de standaard hoeveelheid dat is dus, je gaat kijken hoeveel opdrachten heb ik verricht, nou, 110 opdrachten. Uh, hoeveel mag ik verbruiken per opdracht? Nou, 50 kilogram. Dus ik had mogen verbruiken 5500 kilogram. Hoeveel heb ik verbruikt? Nou, dat kan ik zien: 5200 kilogram. Uh, dus ik heb uh, 300 kilogram minder verbruikt dan ik had mogen gebruiken. Dus het is een voordelig efficiëntieverschil. Dat doe je dan keer uh, de standaardprijs, die is 8. En dan kom je op uh, 2400 euro voordelig uit. Nou, op dezelfde manier uh, kan je het prijsresultaat uh, berekenen op de grondstoffen. Uh, je ziet weer de formule aan de rechterkant staan. Uh, we gaan de standaardprijs eerst nemen, dat is 8. Dan de werkelijke prijs. De werkelijke prijs van de grondstoffen kan je berekenen door um, wat er betaald is aan de grondstoffen te delen uh, door de verbruikte grondstoffen. Nou, dat blijkt dan 9,20 euro te zijn. Er is dus meer betaald hè, dan die 8, dus het is een nadelig uh, prijsresultaat. Je vermenigvuldigt dat, zie je in de formule, met de werkelijke hoeveelheid, 5200, en zo kun je het prijsresultaat berekenen. Um, wat we wel even hebben gedaan voor de volledigheid, die zit hier als het goed is uh, na, um, wat je thuis even kunt doen, is alle resultaten nog eens narekenen. Uh, bijvoorbeeld hè, uh, dat uh, budgetresultaat, dat zei ik net al in het begin, dat kan je op twee manieren berekenen. Nou, als je dat helemaal doorrekent voor deze casus, en dan kan je ook zien nou, dat die helemaal mooi uitkomt. Maar jullie kunnen de PowerPoint uh, straks uh, downloaden, dus dat kun je zelf thuis nog eens rustig narekenen. Ja, dat klopt helemaal. En hiermee is volgens mij een vraag beantwoord van Dirk Karsten en Bloem, die wilde dit weten. Um, dan gaan we door gelijk uh, naar de volgende vraag. Iets waar de chat helemaal over los gaat. Ik ga niet alle namen noemen, maar uh, heel veel mensen willen weten... Uh, iets weten over de hefboomformule en waar dit voor staat. En volgens mij hebben we er ook een PowerPoint over voorbereid. Tenminste, niet we, maar Judith. Dus Judith, zou jij plaats willen nemen uh, voor het grote scherm? Dan kunnen we het gelijk hebben over de hefboomformule. Ja, we hebben hier maar uh, één sheet over gemaakt. Wat belangrijk is bij de hefboomformule om de verschillende formules uh, te kennen. Uh, we hebben het over de rentabiliteit van het eigen vermogen en een ander woord voor rentabiliteit is eigenlijk winstgevendheid. Als het goed is zijn deze drie formules bij jullie bekend. De REV, dat is het rentabiliteit op het eigen vermogen. Dus de eigen vermogenverschaffers, meestal zijn dit de aandeelhouders, als die 1 euro in de organisatie steken, hoeveel procent krijgen ze hiervoor terug? Bij een rentabiliteit van 10% krijgen zij op een euro dus 10 eurocent terug. De interestkosten van het vreemd vermogen, dat gaat over de vreemd vermogenverschaffers. Nou, hoeveel zijn de gemiddelde, en je mag dat eigenlijk niet zeggen, want er is ook vreemd vermogen waarop bijvoorbeeld geen rente zit. Uh, wat is het gemiddelde rentepercentage waar ongeveer tegen geleend wordt? En samen vormen deze twee de rentabiliteit van het totale vermogen. Dus dat is een combinatie van beide formules: resultaat plus interestkosten en je deelt het door het gemiddeld totaal vermogen. En hoe berek je dat gemiddeld totaal vermogen? Dat is je gemiddeld eigen vermogen. Plus je gemiddeld vreemd vermogen. Nou, een hefboom-effect. Wat is nou een positief hefboom-effect? Nou, om het heel simpel uit te leggen, is, stel je voor je gaat geld lenen bij iemand tegen 10%. En um, je weet al, ik ga gokken en ik weet dat ik ga gokken, maar uh, ik weet dat ik daar meer dan 5% winst mee kan halen. Dus je leent geld tegen 5%, maar uiteindelijk brengt het jou 10% op. Heel simpel gezegd, is dat dus al een positief hefboom-effect. Maar wanneer pas je dat nou toe bij bedrijfseconomie? Wanneer kun je zeggen dat er sprake is van een positief hefboom-effect? Als je rentabiliteit op je totale vermogen hoger is, dus groter dan je IVV, dan het interestpercentage op het vermogen. Dus vaak moet je in een examen eerst bijvoorbeeld een RTV uitrekenen, een IVV, en dan wordt er. Ja, tussen de regeltjes doorgevraagd naar het hefboomeffect. effect zorg dan dat je deze twee variabelen met elkaar vergelijkt. Dus als de RTV groter is dan de IVV... is er sprake van een positief hefboomeffect. effect en het gevolg is dan automatisch dat de REV groter is... of de REV is dan groter dan de RTV. Dan is het dus ook gunstig om je eigen vermogen te vervangen door vreemd vermogen... want je verdient extra geld op ja, geld dat je aan het lenen bent... Let wel op hoe meer geld je leent ten opzichte van je eigen vermogen, hoe slechter je solvabiliteit wordt, de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. En dat kan er weer voor zorgen dat je juist moeilijker geld kan lenen, of dat de vreemd vermogenverschaffers zeggen, ja, je mag bij ons wel geld lenen, maar wij vragen geen 5% aan jou, maar 8%. Dus het kan ook een risico zijn als je je eigen vermogen gaat vervangen door vreemd vermogen. Daar hoort uiteindelijk ook de hefboomformule bij en die hebben jullie net kunnen zien op uh, het formuleblad. Die moet je dus ook kunnen invullen. Uh, hij staat hier nu niet. De formule is ja RTV plus RTV min IVV keer VV gedeeld door EV. Uh, kijk even rustig terug. Wanneer wordt dat hefboomeffect nu sterker? Als VV gedeeld door EV groter is. En als de interestmarge groter is. Nou, wanneer is er een negatief hefboom-effect? Als je dus duurder leent dan het totale rendement van je totale vermogen. En het gevolg is dat je REV dus kleiner is dan je RTV. Het kan ook zijn dat er geen hefboom-effect is, en dat is bijvoorbeeld wanneer je geen vreemd vermogen hebt als organisatie. En daarmee uh, zijn we klaar met dit onderdeel. Dank je wel. En de PowerPoint is dus in zijn geheel terug te zien zometeen via een downloadlink. En je kan dus ook uh, zometeen per tijdscode opzoeken welk thema is behandeld. Ga ik naar de chat. Nancy, wat zie je allemaal nog voorbij komen? Uh, nou, uh, een paar vragen over, uh, ja, oh, hij wordt al beantwoord over wat GEV uh, betekent, gemiddeld eigen vermogen, inderdaad. Um, verder zie, zag ik net ook nog wat dingen over de BTW uh, langskomen. Van ja. uh, hoe je dat nou precies uh, moet doen. Ik moet lachen, iemand zei net: mijn vriendin doet ook aan vreemd vermogen, Maar dat bedoelt hij iets anders mee. Sorry, ik, ook, ik ja. onderbrak. Ik werd even afgeleid. Ga verder. Wat zei je nog meer? Uh, ja, over de BTW had ik het net even. En ik zie uh, afschrijvingen ook nu langskomen. En de sloopkosten. Uh, daar kan ik wel heel, heel even kort antwoord op geven. Om de afschrijvingskosten te berekenen neem je de aanschafwaarde, dat is de aanschaffingsprijs plus eventuele installatiekosten. En daar ga je van afhalen de restwaarde. Maar als er nog sprake is van sloopkosten, dan doe je de restwaarde min de sloopkosten. En dat in zijn geheel haal je dan van die aanschafwaarde af en dan deel je door de economische levensduur. Ja, ik zag af iemand zeggen: Is het aan te raden om een frituurpan en wat snacks mee te nemen na het examen? En <laughs> ja, sommige mensen proberen toch zo'n beetje de, de, de positiviteit erin te houden hè, door grapjes te maken in de chat. Ik zie ook veel voorbij komen, even iets inhoudelijks: iets over E-B-I-T-D-A. Voor mij ja. zijn het wat losse letters, maar mm -hmm. het is een afkorting ergens voor. Wat, wat is dat precies? Klopt, uh, daar hebben we ook een korte sheet over. Die kan ik wel even laten zien. Laten we dat doen. Laten ja. we duilen. Ja. ja, prima. Ik heb, ik heb ineens zin in de snacks, maar goed. <laughs> <laughs> EBIT en EBITDA, ja, die uh, komt veel voor. Eigenlijk is het niet zo lastig als je weet waarvoor het staat. Uh, het is een Engelse uh, term. Uh, EBIT staat voor Earnings Before Interest and Taxes. Dus eigenlijk het resultaat voordat uh, de interestkosten eraf zijn gehaald... en voordat de belastingen eraf zijn gehaald. De D en de A die staan voor depreciation en amortization. En dat zijn afschrijvingen. Uh, en amortization is afschrijvingen op immateriële vaste activa. Dus bijvoorbeeld afschrijvingen op goodwill of vergunningen. Nou, even heel concreet. Uh, wat zou kunnen, is dat jij een uh, exploitatiebegroting, of misschien uh, beter gezegd nog een winst- en verliesrekening, zou je kunnen krijgen die op de volgende manier is opgebouwd: het begint met de opbrengst. He, uh, voor een groot deel uh, waarschijnlijk omzet, hè? als je bijvoorbeeld spullen verkoopt, afzet keer prijs. Daar gaat dan de inkoopwaarde van af, daar gaan allerlei bedrijfskosten van af, onder andere de loonkosten uh, of huurkosten bijvoorbeeld. Nou, je hebt nog veel meer kost, dus, kostensoorten natuurlijk. Dan hou je dus EBITDA over, de earnings before interest, taxes, depreciation en amortization. Want al die dingen, die interestkosten, die belastingen. En die afschrijving die heb je er dan nog niet afgehaald. Haal je dan de afschrijvingen eraf, dan hou je dus EBIT over, de earnings before, alleen dus de interestkosten uh, en um, de belastingen. Nou, dan uh, kan je ook nog te maken krijgen met het financieringsresultaat. Dat kan positief of negatief zijn. Het financieringsresultaat zijn de interestopbrengsten, minder uh, interestkosten. En uh, meestal zullen de interestkosten groter zijn dan de interestopbrengsten. En dan breng je het financieringsresultaat in mindering op EBIT. Uh, EBIT is dus, kan je gelijkstellen aan het uh, bedrijfsresultaat. Nou, dan kun je ook nog een incidenteel resultaat hebben. Bijvoorbeeld als je vaste Activa verkoopt, boekwinst of boekverlies. Dan krijg je het resultaat voor belasting en dan moet er natuurlijk nog uh, bijvoorbeeld vennootschapsbelasting bij een BV of NV vanaf. Dankjewel, je mag nog trouwens iets meer voor het scherm nog gaan staan. Dan zien we je ook nog goed, um, Nancy. Je mag trouwens gelijk door: over personeelsbeleid. Dat is ook iets wat veel uh, aan wordt gevraagd in de chat. En dan wordt nu de PowerPoint klaargezet en dan is Ja. ja um, nou, personeelsbeleid bestaat uit best wel wat eigenlijk vooral uh, feitenkennis, zou ik eigenlijk willen zeggen. Dat is domein C2. Dus ga zeker even in de. Dus kijken, domein C2, dan heb je alles bij elkaar staan wat je moet kennen over het personeelsbeleid. We hebben er even één ding uitgehaald wat wel vaak gevraagd wordt. Uh, dat gaat over, nou ga ik als bedrijf, uh, ga ik dan een ZZP'er uh, inhuren of ga ik mensen gewoon in dienst nemen? Dat noem je dan een individuele arbeidsovereenkomst. Um, belangrijk om te weten is dat uh, er voorwaarden zitten. Hè. Wanneer is iets nou een individuele arbeidsovereenkomst? Nou, dan is er sprake van een gezagsverhouding. Hè. Jouw baas kan zeggen, nou, Nancy, ik wil dat jij nu dat en dat gaat doen. En dan moet jij bijvoorbeeld op die en die manier uh, doen. Um, Arbeidsverplichting. Uh, nou, je moet zelf het werk verrichten. Kan niet in één keer iemand anders sturen in mijn plek. En je ontvangt loon. Bij een ZZP'er zit dit anders. Bij een ZZP'er is er geen gezagsverhouding. Um, een ZZP'er mag ook, hè, denk aan bijvoorbeeld een tegelzetter, die kan ook iemand anders uh, sturen. En een ZZP'er ontvangt geen loon, hè, maar die heeft een bepaald tarief. En een ZZP'er is eigenlijk hè, uh, een soort eenmanszaak. Nou, en dat is zijn omzet, en dan moeten zijn kosten dan nog van af. Nou, je ziet hier ook nog wat voor en nadelen staan. Hè, um, de voordelen van uh, iemand in dienst nemen, hè, individuele arbeidsovereenkomst, uh, is dat er een grotere binding uh, met het bedrijf ontstaat. ZZP'ers hebben vaak minder binding uh, met een organisatie. Het kan ook zijn uh, dat een ZZP'er minder beschikbaar is, omdat hij natuurlijk meerdere uh, klussen heeft, meerdere opdrachtgevers. Aan de andere kant uh, biedt het uh, inhuren van ZZP'ers wel een grotere flexibiliteit. Als jij bijvoorbeeld gedurende het jaar in een bepaalde maand uh, heel veel werk hebt, nou, dan zou je daar zzp'ers uh, uh, kunnen inzetten. En daarna, als het weer rustiger is, nou, dan um, kun je er gewoon makkelijker van af natuurlijk, dan dat je iemand in dienst hebt. Ook kunnen de uh, kosten lager zijn, want als je zzp'ers uh, inhuurt, dan hoef je als bedrijf geen uh, sociale premies uh, af te dragen. Dat was dan. Dankjewel. Dan gaan we naar een vraag van Kato, Ramon en Simone. Die hebben een vraag over belastingvoordeel. Dat is volgens mij iets waar je in de chat al kort antwoord ja. op hebt gegeven. Hè? Wat is precies de vraag? Wat willen ze er precies over weten? Ze willen weten hoe je het belastingvoordeel kan uitrekenen. Ik zou dat wel heel snel kort op het bord kunnen neerzetten. Lijkt me perfect. Maken we daar ook gelijk gebruik van van ons speciale Lightboard. En er wordt wel eens gevraagd aan ons: hey, maar hoe kan dat dat die docenten zo goed in spiegelbeeld kunnen schrijven? Dat is niet zo. Maar wij spiegelen het beeld, zodat jij alles goed kan zien. Judith achter het Lightboard. Ja, belastingvoordeel komt heel vaak terug bij de annuïteitenhypotheek en bij de lineaire hypotheek. Um, en daar zijn verschillende termen van belang. We hebben het over de Bruto-uitgaven. En de bruto uitgaven van de hypothecaire lening, die bestaan uit de interest plus de aflossing. Stel je voor in een opgave is de interest uh, 500 euro en de aflossing is 600 euro. Dan zijn de bruto uitgaven van de lening 1100 euro. Het kan zijn dat er in een opgave naar de netto uitgaven wordt gevraagd en de netto uitgave is interest plus aflossing min het belastingvoordeel voordeel kijk of een andere pen het ietsje beter doet um, dus we hebben een interest van 500 euro, de aflossing is 600 euro. En nu moeten we het belastingvoordeel uitrekenen. Het belastingvoordeel, hoe reken je dat uit? In een opgave zal het belastingpercentage gegeven worden, of ze spreken van het marginaal tarief. En waarover krijg je in Nederland nu belastingvoordeel? Alleen maar over de interest. Dus je krijgt van de overheid een deel van de interest die je betaalt op je hypothecaire lening krijg je terug. Nou, dat vermenigvuldig je maal de interest. Nogmaals, het belastingpercentage zal dus gegeven worden. Dus stel in deze opgave je krijgt 40% belastingvoordeel. Nou, dan zet je dat even om naar een rentefactor. Je deelt al 100, dus je krijgt 0,40 keer 500. Nou, hier komt uit dat je dus 200 euro belastingvoordeel hebt. Je bruto-lasten. Uitgaven moet ik zeggen, je bruto uitgaven zijn 1100 euro, netto uitgaven 500 plus 600 is 1100, maar 200 euro belastingvoordeel. En dan kom je dus uit op de netto uitgaven van 900 euro. Het laatste wat ik nog kan zeggen bij een annuïteitenlening, een annuïteit bestaat uit interesse en aflossing. En bij elkaar opgeteld is bij een annuïteitenlening de interesse en aflossing altijd hetzelfde bedrag. Dat was hem. Dankjewel. Ga ik weer even naar de chat toe. We hebben nog, nou ja, kleine 10 minuten te gaan. En dan zit het NOS Stories eindexamenspreker bedrijfseconomie voor VWO er alweer op. Maar wat zijn er dus nog. Ja, wat zijn nog een paar dingen waar we nog die laatste tien minuten dieper op in kunnen gaan? Dan zie jij wat dingen waarvan je denkt. Dat is echt belangrijk voor het examen. Ja, ik denk de liquiditeitsbegroting en de winst- en verliesrekening. Daar wordt toch uh, vaak naar gevraagd. Dus ik denk dat het wel handig is om die te doen. Dan neem ik gelijk uh, de BTW mee. En het verschil tussen. Uh, Um, nou, kosten, opbrengsten, ontvangsten en uitgaven. Want die heb ik ook best wel vaak voorbij zien komen. Lijkt me helemaal mooi. En dat lijkt me ook iets voor achter het bord, of niet? Ja, klopt. Dan mag je erachter gaan staan. Ja, dus heb je nog een prangende vraag? Ik zei het net al, we hebben nog een kleine tien minuten. Nu is de tijd om hem te stellen. Dan gaan we nu dus naar Nancy. Oké, okay, nou, dan gaan we eerst eens dus even wat uh, tekenen. Ik zet hier even... Een liquiditeitsbegroting op. Nou, wat staat er op een liquiditeitsbegroting? Nou, daar staan de ontvangsten en de uitgaven op. En ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, dit kun je gewoon vergelijken met de portemonnee. Je gaat letterlijk kijken hoeveel komt er binnen en hoeveel uh, gaat er uit. Uh, belangrijk is dat deze bedragen dus allemaal inclusief btw zijn. Want een klant moet, als die iets koopt, btw betalen. En als de onderneming uh, goederen inkoopt, uh, ja, dan moet hij ook btw daarbij betalen. Die kan die wel, de betaalde btw kan je natuurlijk wel terugvragen en de ontvangen btw uh, moet vervolgens aan de fiscus betaald worden. Uh, maar goed, dat kan er dan natuurlijk ook op komen staan, hè, dat je zegt van nou uitgaven uh, btw. Uh, maar goed, inclusief btw dus. Uh, nou, dan is het andere overzicht. Dat is de exploitatiebegroting. Um, belangrijk is als je deze. Het heet een exploitatiebegroting als je hem vooraf maakt. Hè, dus als je gaat bedenken van nou, wat zullen mijn opbrengsten gaan zijn. En wat zullen mijn kosten gaan zijn? En daar kan je dan ook het resultaat, hè, de winst of het verlies, gaan berekenen. Als je dat ding achteraf maakt, dan heet dat dus anders dan heet dat een winst en verliesrekening um, even kijken nou ik had daar uh, een, een voorbeeld bij uh, gemaakt dat ga ik even aan deze kant doen dat gaat over de verwachte omzet even zien uh, die is hier even in duizenden en let op hè, uh, omzet en kosten opbrengsten en kosten die zijn exclusief BTW. Het heet een exploitatiebegroting. Zo kan je dat dan misschien onthouden. Dus ook als bijvoorbeeld um, de omzet per klant of zoiets uh, wordt gevraagd, uh, dan ga je omzet, dus exclusief BTW. Nou, eens even kijken. Ik kort de maanden even af. Dit is november, december, januari, februari en maart. Het zal jullie, denk ik, um, nou, bekend voorkomen. 10.000 omzet, 12.000, 8.000, 9.000 en 12.000 omzet. Uh, dit is van 2021 nou, en dit van 2022 om het even helemaal uh, goed compleet te maken. Zo. Um, verder weet ik dat uh, 60% op rekening wordt uh, gekocht. Op rekening betekent dat klanten iets kopen en pas later betalen. Nou, hier is dan uh, sprake van een krediettermijn van twee maanden. Dus ik koop nu iets en ik hoef het over twee maanden dan pas te betalen. Dat betekent automatisch dat de rest, 40%, wordt contant verkocht. Contant betekent klanten betalen meteen. Uh, deze gegevens, uh, nou die heb ik. Dan ga ik eens kijken. Hè. Dit is mijn verwachte omzet. Wat komt er nou bijvoorbeeld in januari? Dus ik ga een begroting maken voor de maand januari. Nou, wat komt er nou aan opbrengsten hè, of omzet op mijn exploitatiebegroting? Nou, dat is eigenlijk vrij uh, eenvoudig. De omzet voor januari kan ik hier gewoon aflezen. Dat is 8000, want ik had net gezegd dat is exclusief BTW. Nou, de ontvangsten voor januari, dat is iets lastiger. Die kan ik indelen in twee delen. Uh, als eerste ontvang ik 40% van 8000, want um, nou, wordt er, uh, voor 8000 wordt er verkocht. 40% wordt meteen betaald. En let op, deze is dus hè, inclusief BTW, want ik ontvang van de klant btw als die iets koopt. In januari ontvang ik ook uh, geld van debiteuren. De krediettermijn was twee maanden, dus let op, ik ga twee maanden terug. In januari ontvang ik de, de, de debiteuren van november. Dus uh, 60 van 10.000 en dan ook weer inclusief. BTW. Um, ja, dit is eigenlijk aan de opbrengstenkant. Hoe zit het dan met um, kosten? Want die wordt ook heel vaak gevraagd. Hè, dat er kosten vooruit betaald worden of achteraf. Nou, dat kan ik heel kort even hier opzetten. Ho, oh, dan moet ik even wat vegen. Nou, dat hoeft niet helemaal weg. Ik ga alleen het onderste gedeelte denk ik even gebruiken. Aha. Kan ik ook even een andere kleur gebruiken? Misschien is dat duidelijker dat het dan over de kostenkant gaat versus de uitgaven. Even zien. Uh, wat had ik bedacht? Uh, huur. Nou, stel dat de huur vooruit betaald wordt per half jaar en die betaal ik dan. In uh, januari en in juli. Ik kort het even af. Zo. Uh, de huur is 1000 euro per maand. We, doen even, we laten even de uh, BTW uh, buiten beschouwing. Um, nou, het kan ook zijn dat je kosten krijgt. Hè, dus waar wel BTW van toepassing is. Opnieuw, hè, uh, als je hem uitgeeft, hè, als je hem betaalt, dan is het dus inclusief BTW. En de kosten op de exploitatiebegroting zijn exclusief BTW. Nou, heel even praktisch. Ik ga voor januari die overzichten maken. In januari ga ik voor een half jaar huur betalen. Dus er komt 6000 op de liquiditeitsbegroting te staan. Bij de uitgavenkant. Nou, de kosten voor januari. Kijk, en dat is dus een veelgemaakte fout. De kosten zijn 6000. Nou, dat klopt dus niet. De kosten zijn dus maar voor één maand. Want in januari huur ik één maand. En heb ik dus voor één maand. Dus deze komen. 1000 komt op de exploitatiebegroting. 6000 geef ik uit, die komt op de liquiditeitsbegroting. In februari dus uh, krijg je geen uitgaven. Daar is die dus nul. En in februari heb ik wel weer 1000 kosten op de exploitatiebegroting. Dankjewel. Ik weet niet of, we nog, uh, of dat heel uitgebreid is of we daar veel tijd voor nodig hebben. Maar Imane, Kian en Merlijn vragen zich af: hoe moet je de break-even omzet berekenen? Dat lijkt me ook een vraag uh, waarvoor dingen opgeschreven moeten worden, een rekenvraag. Ik ga eventjes naar jou toe, Judith. Klopt dit? Ja, ik kan er, uh, want ik zag hem in de chat ook vaak voorbij komen. Ik kan wel even een uh, heel kort voorbeeld opschrijven waarin de break-even afzet, omzet, inclusief de dekkingsbijdrage even uitgewerkt wordt. Als het goed is is het bord op dit moment schoon. Nou, dus dan mag dan je er weer. We ah ja, dan mag je er naartoe inderdaad, ja. En ik ga even checken is het bord schoon? Ja, ik zie een schoon bord. Kijk eens aan. Ik werd hard gepoetst in de tussentijd achter de schermen. Oké, okay, een voorbeeldje. Stel je voor de totale constante kosten van een onderneming zijn 400 euro. De verkoopprijs van deze ondernemer, en we doen even alles exclusief BTW, dat zou je op je examen ook moeten doen. Net uitgelegd. Uh, de verkoopprijs is 10 euro. De variabele kosten die zijn 6 euro. Let op de variabele kosten van een ondernemer, die bestaan uit de inkoopprijs plus de variabele bedrijfskosten. Waar gaat het om bij break-even-afzet? Dat is de afzet waarbij je geen winst of verlies maakt oftewel je speelt kiet. In het formuleblad stond deze formule: TCK gedeeld door P min V, waarin de P en de V per stuk moeten worden weergegeven. Um, als we dus de variabelen gaan invullen, dan krijgen we de totale constante kosten zijn 400, de verkoopprijs was 10, de variabele kosten zijn 6, dus je krijgt 400 gedeeld door 4. Dan heb je dus een break-even-afzet van 100 stuks. Dus schrijf je eenheden erbij op het eindexamen. Dus als je 100 stuks verkoopt, maak je geen winst of verlies. Dit stukje P-V, dat noemen we de dekkingsbijdrage per stuk. En dat wil dus zeggen. Um, Hoeveel houd je per product over nadat je je variabele kosten hebt afgehaald? En dat is dus 4 euro. Maar met die 4 euro moet je je constante kosten nog terugverdienen. En dat doe je als je 100 stuks verkoopt. Als je dan wil gaan naar de break-even omzet. Nou, omzet is altijd prijs keer afzet, maar we zijn nu bezig met break-even afzet. Dan vermenigvuldig je je break-even afzet keer de verkoopprijs. In dit voorbeeld was de break-even afzet 100. De verkoopprijs. Eigenlijk moet ik consequent de P neerzetten, is 10 euro. Dus de break-even omzet is in totaal 1000 euro. Um, wat hier nog bij belangrijk is, is um, dat je het ook moet kunnen in een perunage. En op je examen stond de volgende formule: de break-even omzet kan ook worden berekend door TCK. Gedeeld door P min V, maar dan moet P min V in een perunage worden gezet. Waarbij je kunt onthouden: een perunage is eigenlijk je rente, of nee, sorry, het aantal procenten delen door 100. De P, de verkoopprijs, is altijd 100%. En als je dat moet omzetten naar een perunage, dan deel je het door 100 en is de P dus 1. De V, ja, wat waren die variabele kosten? Die variabele kosten waren 6 euro. Hoeveel is nu 6 euro van de 10? Nou, dat weten jullie wel. Dat is 60 Nou, 60 um, Dan krijg je een perunage van 0,6. Dus als je dit voorbeeld zou uitwerken en je wil in één keer de break-even omzet uitrekenen en... De p en de v zijn in percentages gegeven. Let op wat je dan krijgt. De totale constante kosten zijn nog steeds 400 gedeeld door. Dus ik zet even netjes neer. We zijn bezig met BO, de break-even omzet. 400 euro constante kosten. De p is 1, de v is 0,6. Wat krijg je dan? Dan krijg je ook een antwoord van 1000 euro. Dus het is eigenlijk een andere manier van berekenen... maar op beide manieren doe je precies hetzelfde. Dankjewel, Judith. Um, je mag trouwens daar even blijven staan... en je mag even recht voor je in de camera kijken... om jouw ja. laatste ultieme eindexamen-tip te geven... voor bedrijfseconomie, voor VWO. Zo, dat is een lastige. Uh, mijn laatste ultieme tip is gebruik tekst... en laat zien wat je uitrekent. Dus gebruik bedrijfseconomische termen, BA, BO. Um, zo breng je structuur voor jezelf in... En neem je gewone rekenmachine mee, want een graafse rekenmachine is morgen niet toegestaan. Dankjewel. Nancy, wil jij daar nog iets op aanvullen? Maar je mag ook weer recht in de camera kijken en je richt tot de kijker. Yes. Uh, nou, mijn laatste tip is om te kijken naar het aantal punten bij iedere vraag. Want het aantal punten zegt vaak iets over het aantal stappen wat je moet nemen. Uh, als een rekenvraag bijvoorbeeld voor drie punten is en jij denkt, oh nou, ik haal, doe dit even, uh, min dat... En dan gedeeld door iets anders en dan ben ik klaar. Nou, dan heb je waarschijnlijk uh, iets over het hoofd gezien. Want drie punten betekent ook vaak hè, dat je toch wel minimaal drie stappen moet doen. Dus als je daarop let, um, nou, dan kun je daar denk ik uh, je voordeel mee doen. Dankjewel. Eens kijken of Nasser wat heeft aan deze tips. We zagen hem ook al aan het begin van de uitzending. Nasser, je hebt gekeken. Deze tips. Ja. Wist je dat eigenlijk al? Of denk je nou is het toch nog handig om even in mijn zak te steken? Uh, dat van die. Oh wacht, ik hoor een echo. Dat van die punten had ik wel gehoord. En dat hebben we bij geschiedenis ook gehad. Maar dat van die um, bedrijfseconomische termen is wel handig. Dus dat ga ik zo even doornemen. Top. Hey, hoe ging het trouwens voor de rest tot nu toe? Je, je eindexamens. Heb je alles nagekeken? Uh, nee, ik heb naar geen enkel correctievoorstel gekeken. Ik wil mezelf niet te veel uh, demotiveren of juist motiveren. Ik houd het gewoon uh, voor wat het is. En dan uh, word ik straks gebeld met de uitslag. Dat gaat sowieso goed komen, denk ik. Want je staat er al goed voor een 7,3 gemiddeld voor bedrijfseconomie. Klopt dat? Ja, klopt. Ja, en jouw geheim zit hem volgens mij in een soort ritueel. Jij eet en drinkt altijd hetzelfde voor elk examen, voor elke toets, hè? Yes. Elk examen neem ik een uh, breaker en een uh, Starbucks ijskoffie mee. En die ga ik dan uh, tijdens het examen uh, opeten of drinken. Kijk, cafeïne en suiker. En volgens maar ook eiwitten. Ja, perfect. Dat is het Proteïne, geheim naast alles. natuurlijk hard leren ja. en de NMS Stories eindexamen spreekuren kijken. Nasser, dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Doei doei. En dat was hem weer voor nu. Ik zag trouwens in de chat vaak voorbij komen dat veel van jullie na het examen naar de Albufera gaan. Heel veel plezier daar. Um, Drink er daar een op mij, een lekkere cocktail. En um, moet je nog veel examens maken, blijf gewoon de NOS Stories eindexamen spreekuren kijken. Zoals overmorgen woensdag. Dan is het volgende spreekuur voor VWO. En dan doen we om vijf uur s middags natuurkunde. Wees daar dus bij, abonneer op ons kanaal, zo weet je zeker dat je niks mist. En wil je het volledige overzicht zien van de eindexamen spreekuren, um, in ons community tabblad op dit uh, YouTube kanaal zie je per niveau wanneer alle streams zijn. En ook op Instagram kan je terecht, moet je even in de highlights kijken, dan zie je ook de roosters. Ga het allemaal checken, veel succes met je examens, slaap lekker en tot de volgende. Doei doei!